Welkom bij Tweede Uur trouwens. Ja, hij is er nog niet, hè? Nee, maar ja, een beetje vervelend eigenlijk. Lastig, slordig. We hebben toch op tijd afgesproken? Mm-hmm. Jij had afgesproken. Ja, om 3 uur. Nee, jij had afgesproken. Ja, even na 3. Ja. Hij zou komen, dus hij moet er zijn. Hij gewoon. Moet zo nog komen. Maar hij is er niet. Jammer. Hey, wat doen we er dan? Tja, muziekje nog maar, hè, dacht ik. Of niet? Of wachten tot we een ons zijn? Een ons? Zoiets. Ik voel wel goed nummer eigenlijk. Nou, nog maar een keer draaien dan. Gezellig, goed idee. En dan zal die wel komen. Goed, tenminste, vrienden, wat hopen we? Hè? Wachten we nog eventjes af, hè, wat er gebeurt. In het tweede uur van het beroemde zondagmiddagprogramma van Radio Noordzee. Zo niet berucht, en, maar dat komt nog wel. Okay. Goed, Erik, nog maar een muziekje. Nu ik weer. Het is toch niet begonnen? Godverdomme, wat is dat nou weer? Het is nog niet begonnen, want ik was er nog niet. Al die hoge golven moest ik trotseren. Daar wordt de mens ook niet vrolijk op. En ik was toch al enigszins onwel. Maar nu ben ik er. Dus u kunt nu van wal steken met uw zogenaamde interview. Kan die? Ja? Ja? Zullen we dan maar beginnen? Ik ben hier toch wel aan het goede adres, Heet. Zo, hè? Dat was dat. Dat moest er even uit. Overigens, waar zijn de heren Steenberg en Holland? Nu weer van de ZMT, nu weer. Ik zal ze even voor u zoeken. Dan draait die vreemde meneer in de verte even reeds een populaire melodie. Je weet niet wat je hoort. Gewoon, hè? Maar ik kan er ook wat van. Ik ben natuurlijk maar een eenvoudige boerenlul, maar dat zingen, dat wil best lukken. Oh, nu moet ik opeens weer zo nodig. Ik ga even naar het toilet om, begint u mij maar vast een vraag te stellen. Of draait u maar reeds een grammofoonplaats reeds? Of zie maar, ik moet nu echt weg. Oh, het is al begonnen. Ik hoor niet goed.